Tien jaar geleden vestigde Patty Harpenau zich in een pittoreske woning in Breukeleveen, waar ze het vrijstaande huis van een ouder echtpaar huurde. Tot die tijd kende ze alleen maar vreugde en tevredenheid in haar nieuwe woonomgeving. Alles veranderde echter toen de verhuurder overleed en de situatie met de erfgenamen complexer werd. Patty, 65, had gehoopt nog vele jaren in haar geliefde woning te blijven, een plek die onlangs de inspiratie vormde voor haar 56ste boek. Helaas bleek deze droom onhaalbaar te zijn. Recentelijk werd een rechtszaak behandeld in de rechtbank van Lelystad, aangespannen door de huidige eigenaren van het pand. Hun belangrijkste eis was de ontbinding van het huurcontract wegens vermeende huurachterstand. Ze beweerden dat de vorige verhuurder geen huurindexering had toegepast en vorderden nu de achterstallige bedragen van Petty met terugwerkende kracht. Ook ontstond er onduidelijkheid over het grote aangrenzende grasveld en of dit bij de huurwoning hoorde. Petty vertelde aan Story over haar teleurstelling, Acht jaar lang woonde ik hier met veel plezier. Er waren nooit problemen en ik had nooit een probleem met mijn verhuurder. Maar toen de eigenaar twee jaar geleden overleed, kwamen de erfgenamen in beeld en begon de ellende. De erfgenamen verloren meerdere rechtszaken, waaronder een kort geding, een hoger beroep en een bodemprocedure. Patty stond nu voor de vierde keer in de rechtszaal. Het is verschrikkelijk, zei ze. De rechter noemde het een complexe zaak, maar ik moet er doorheen. Tijdens de rechtszaak leek de rechter al een voorlopige uitspraak te doen over de huurindexering, die hij als onterecht beschouwde. Hij gaf aan dat het huurcontract zeer waarschijnlijk niet zou worden ontbonden omdat er geen sprake was van een huurachterstand. In plaats daarvan moedigde hij beide partijen aan om een onderlinge oplossing te vinden, gezien de verstoorde relatie tussen hen. Na twee schorsingen en moeizame onderhandelingen, bereikte Petty een akkoord. Ze zal een aanzienlijke tegemoetkoming ontvangen en moet uiterlijk 1 januari 2025 het huis verlaten. De advocaat van de eisende partij, meester Tan, bevestigde het belang van een oplossing. Het is cruciaal dat beide partijen een overeenkomst bereiken. Nu heeft mevrouw Harpenau de gelegenheid om een geschikte vervangende woning te vinden en kunnen mijn cliënten en zij weer in rust verder met hun leven. Patty beaamt deze opluchting. Ik ben blij dat er een einde is gekomen aan dit vervelende verhaal. Het voelt goed om weer rust te vinden, hoewel ik nu nog op zoek moet naar een nieuwe woning en moet verhuizen. Ik ben opgelucht dat deze zaak is opgelost en kijk er naar uit om me weer te richten op de positieve dingen in mijn leven.